De service wordt hier gedaan vanuit onze serviceauto. Zoals hoe iedere dag doen we opnieuw servicen. We hebben een werkbank voor als we werkzaamheden moeten doen kort bij de auto. Daar hebben we het lasapparaat natuurlijk en de brander. Daar hebben we de reservewielen. Ook voor de trailer zelf. Natuurlijk de ijskast, heel belangrijk voor iedereen met deze warme dagen. We hebben alles in kratten zitten met allemaal logistiek, allemaal nummertjes op te zetten. Dan kunnen we naar van lijstjes kunnen we zien wat in iedere krat zit, dat we ons niet de motten hoeven te zoeken. Dan hebben we allemaal spulletjes in de lade zitten natuurlijk. Het eerste hulpgerij voor boren, multimeter. We hebben natuurlijk de flex. Hè. Dat heb ik altijd nodig, een zware flex met extra slangetjes. Kleine spullen zitten gewoon in de laadjes. Van de warenonderdelen, dopjes voor de olie. Eigenlijk hebben we alles bij ons wat we zo nodig hebben om een rally. We hebben boven ons de grote stuk hangen, extra shockbrekers, extra stuurtje. De look is ook goed, extra grilletje natuurlijk. Voor de werkzaamheden hebben we natuurlijk handgereedschap nodig, sleutels. En ze hebben natuurlijk tangen en schroevendraaiers nodig. Je moet natuurlijk van alles wat. Als we nog aanpassingen moeten doen, kunnen we nog met de boommachine nog wat aanpassingen doen. De ene laatste dag tijdens deze Balkan Breslau. Bij de start stond je vanochtend op de eerste plaats, maar vandaag toch wel een beetje pech. Ja, we waren vandaag een relatief lange proef en na 20 kilometer viel onze tripmaster uit. Dus het bleek dat er iets gebeurd was met de steun die de tripmaster sensor beschermt. Waardoor we geen meters meer hadden op onze tripmaster. Dus we konden niet, Maurice, de co-piloot, kon niet meer aflezen de aantal meters die we gereden hadden. Dus, en zonder tripmaster is het gewoon niet te doen om het roadbook en de route te volgen. Heeft dat nu consequenties voor jou in dit eindklassement? Ja, gigantisch denk ik wel. We hebben dus echt wel heel veel tijd verloren vandaag. Want het was een lange proef met hele korte stukken erin, dat wil zeggen dus 80 meter, 150 meter in het bos, waar je dus gewoon niet op het gevoel kan zeggen van hier moeten we rechts, hier moeten we linksaf. Dus dat betekent dat je gewoon veel meer bezig bent met te zoeken en in te schatten van hier moet ik af, hier moet ik links, hier moet ik rechts. Morgen de laatste dag, 80 kilometer, staat op het programma. Wat is je tactiek? Nou, we willen zeker aanvallen. Er kan nog van alles gebeuren. Kijk, we hopen altijd op een podiumplaats natuurlijk. De eerste plaats, die kans zal wel weg zijn, schat ik. Maar we hopen altijd op een podiumplaats. Dus er kan nog van alles gebeuren. Als de concurrentie iets gebeurt, fout rijden, kapot rijden, wat dan ook. Er zit nog een kans voor ons in natuurlijk. We geven gas en we gaan er tegenaan. Hoe heeft het hele team zich de afgelopen week gefunctioneerd? Nou, fantastisch. We hebben de voorbereidingen thuis waren natuurlijk gigantisch goed, echt heel goed geweest. Het team heeft optimaal gefunctioneerd. De auto heeft het heel goed gedaan. Dus, hoe ik zeg, dit is gewoon een technisch probleem wat we gehad hebben. Het uitvallen van een tripmaster is een puur technisch iets. Dat hoort er ook bij. Dit is all in the game. Dat is natuurlijk, het is een technische sport, dus dat kan gebeuren. Maar op zich heeft de auto het buiten dat uitzonderlijk goed gedaan. Het team heeft het goed gedaan. Maurice, onze co-piloot, heeft ontzettend goed gewerkt. Dus ik bedoel, fantastisch. Toi toi toi, morgen de laatste dag. Dankjewel.